lieverd, waarom sta je nu te snikken van het lachen? Niet zomaar. Nee, zeg nou even waarom. Nee, laat me nou maar. Ja, laat me nou maar. Is dat ik... Sta je ineens weer te snikken van het lachen? En begrijp je dat dan niet? Nee. Denk nou eens na wat er van zou kunnen komen. Wat er van kan komen, waarvan? Nog een kind. Dat op de meest ongelegen momenten binnenkomt. Ja. Weet je wat wij doen? Kom mee naar huis. Ach, maar niet klagen. Is er nog wat voor me bij? Even kijken. Nee, vandaag niet. Jammer. Heb je met die kinderen, hè? Nooit tijd om te schrijven? Nou, dat is toch een goed teken. Dat betekent dat ze druk hebben. Hè? Ja. Of ze zijn hun oude vader vergeten. Nou, daar geloof ik niks van. Ik ken ze toch, Ruud en Trudy. Dat is toch een leuk stel kinderen. Dag meneer Melkers. Post. Zal ik u de post wat meegeven? Oh ja. Kijk eens. Saoedi-Arabië, buitenland. Van Gerard, ja. Dank u. Ja. Oh, ik hoop toch zo dat hij schrijft wanneer hij nou eindelijk eens naar huis komt. Hij zit er nou al 2 jaar. Ja, als u de postzegel kan missen, dan weet ik er wel iemand. Oh, natuurlijk. Ik zal ze voor u bewaren. Oh. Zoals altijd. Neemt u me niet kwalijk? Het spijt me, mevrouw Leegwater. Is er echt niets voor mij bij? Echt niet. Dat doet ze nog altijd als ik langskom. Hè. Ze ziet me denk ik door het raam al aankomen. En dan loopt ze naar de deur en dan zegt ze, is er niks voor me bij? Altijd, iedere dag. En krijgt ze dan nooit post? Nee. Nou ja, reclame, maar die gooit ze weg. Maar ik geloof dat ze ook niemand heeft om post van te krijgen. Hoe bedoelt u niemand heeft? Nou, gewoon niemand. Je ziet ook nooit eens iemand bij de, nooit eens bezoek, niets. Mm-hmm. Voor een praatje is ook al niet te vinden. Meer dan goeiemorgen krijg je niet te horen. De postzegel zijn voor u, hoor. Oh ja. U komt ze wel even langs. Ja, dat is afgesproken. Morgen, Smitje. Morgen. Is weer een boel vandaag, hè? Ja, maar komt best goed, hoor. Heb jij nog een weerbericht, hoor? Het zou gaan regenen. Oh. Nou ja, we kunnen niet altijd zon hebben, hè? Trouwens, hier binnen hebben jullie toch altijd mooi weer? Je moet alleen wel oppassen met frisse lucht. Want dan weet je ook zo verkouden jullie, hè? Schiet jij er maar op. Misschien haal jij het dan nog net voor de regen. Kijkers, een aangetekende. Oh ja, van wie? Ik heb een hekel aan aangetekende brieven. Ja, wie niet, hè? Ze hebben iets opdringerigs. Trouwens, iets dreigends ook. Zou je hem wel openmaken? Nee, teken niet. Oké, hier gaan we even. Ja, dat is correct. Dank, mevrouw Westa. Ah, goedemorgen, mevrouw Leegwater. Nee. Voor u is er jammer genoeg niks bij. Nee? Wacht eens. Ik zal die tas eens even voor u naar huis dragen. Oh. Zo, ja, ik heb hem. Verwacht u soms iets speciaals? Nou, je kan toch nooit weten. Nee. Hebt u helemaal geen familie of zo? Familie, nee. Oh. Nee. Nee, ik breng hem wel even voor u naar binnen. Hè? Zo. Heel erg bedankt.
Hebt u nog een ogenblikje? Ik had u graag iets willen aanbieden. Ah, nee. Dat kan niet. De postbode heeft nooit tijd. Ik had u zo graag een glas port willen aanbieden. Oh, port? Ja. Dus hier woont u nou? Ja? Helemaal alleen? Ja. En u hebt helemaal geen kennissen, geen familie, geen vrienden, niks? Maar daarom zou je even goed nog wel een brief kunnen krijgen, hè? Ja. Is toch heel goed mogelijk? Ja. Vindt u het vervelend dat ik u dat iedere dag vraag? Nee, dat vind ik niet vervelend, maar... Dat ik steeds nee moet zeggen, dat vind ik vervelend. Nou ja, op uw gezondheid, meneer Water. Dat smaakt, hè? U hebt een hele goede port. Ja, ik moet helaas weer verder. Dank u vriendelijk, mevrouw Leegwater. Tot kijken. Ja, ze is al wat ouder, maar ja, hoe oud precies kan ik je ook niet zeggen. Het is ook moeilijk te schatten bij ze, man. Ik denk dat ze wel ouder is dan ze eruit ziet. Het is meer zo'n type dat niet echt leeft. Nou, dan slijt je die ook natuurlijk, hè? Zit ze altijd maar op die brief te wachten? Ja, die nooit komt. Heeft ze dan helemaal niemand? Geen familie of zo, of vrienden? Niemand, geen mens. Ja, als ze helemaal niemand heeft... Die zouden dat moeten schrijven, hè? Even zo goed gaat die deur iedere dag open. En dan steekt ze de hoofd om de hoek van de deur en dan zegt ze... Heeft u iets van mij? Iedere dag. Nou, voor mij is het niet normaal, hoor. Nee. Nee, normaal is het niet. Kom je in de bed? Als u het goed... Dat doe je toch allemaal? Ik schrijf een brief. Een brief? Ja. Dat leef ik toevallig van. Dat mensen elkaar brieven schrijven. Nou, dan schrijf ik er eens een. Aan wie schrijf je dan? Huh? Oh, die vrouw. Ach, een mens mag toch ook wel eens een brief krijgen, hè? Bedoel je dat je aan die vrouw een brief gaat schrijven? Ja, waarom niet? Mensen wachten heel even op een brief. Nou krijgt ze er een. Maar wat schrijf je dan? Oh, zomaar wat dat ze iets te lezen heeft, hè? En de afzender? Afzender? Nou, elke brief is toch een afzender? Wat is dan de afzender van jouw brief? Oh, nee, er is helemaal geen afzender. Het is een anonieme brief van zomaar iemand. Hè? Ik doe alsof ik een onbekende ben die bij haar in de straat woont... en die dat pak heeft zien lopen. En die... wat complimentjes maakt over hoe ze eruit ziet en dat ze er goed uitziet en dat ze aantrekkelijk is. Want dat is zo, voor iemand van de leeftijd is ze heel aantrekkelijk. Jij bent gek geworden. Waarom dan? Omdat ik alleen heb ik iemand een plezier doe. Laat me eens kijken wat je geschreven hebt. Nee. Het is nog niet klaar. Ik heb de juiste toon nog niet te pakken. Oh, je hebt de juiste toon nog niet. Nee. Is dat het? Ja. Het is toevallig helemaal niet zo makkelijk om de toon te vinden. Het moet toch eerlijk klinken. Ze mag toch niet merken dat ik het allemaal heb verzonnen. Nou, ga ik maar van slapen, hè? Ja, ga jij lekker slapen. Hè? Dan maak ik het even af. En dan over 5 minuutjes kom ik ook, hè? Juffrouw Leegwater. Eigenlijk heb ik dan de moed bij elkaar geraapt om u persoonlijk te schrijven. Ik zit voor een vel papier. Zie u voor mij. Als u het goed vindt, dan wil ik nu het woord tot u richten. Om u te laten weten dat ik u zag lopen. En...
een brief voor u. Alsjeblieft, mevrouw Leegwater. Nou, het is een keer tijd voor u ook niet. Hm? Nou, ik ben erg blij voor u. Tot kijk, mevrouw Leegwater. Uiteraard spreken aan het voornaamste maar zo kan het niet lang duren als u zo doet. Maar wij leren. Ik ga naar meneer Drie. Ja, toch. Ik, alsof ze betoverd was, dan stond ze erbij. Emma naar die brief te kijken. Ze kon haar ogen niet geloven. Zeg. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Echt niet. En maakte ze er meteen op? Wat? Die brief? Nee, ja, dat weet ik niet. Ik heb het niet afgewacht. Ik ben gelijk weggegaan. Zeg nou eens wat je geschreven hebt. Oh, zomaar wat. Dat ik een bewonderaar van de ben. Een bewonderaar op afstand. Dat ik erg sympathiek vind. Nou, dat soort dingen. Toch zeg ik je dat het niet goed is wat je gedaan hebt. Postbode, zou u even binnen willen komen? Nee, ik? Wilt u dat ik binnenkom? Je hebt toch zo'n opwindende brief gehad? Oh ja? Ja, echt heel opwindend. Alleen staat geen afzender op. Potverdrie, wat jammer nou. Terwijl wij altijd zeggen, mensen zet afzenders op die enveloppen. Doe nou. Uitgerekend deze vergeten. Zou u hem niet willen lezen? Nee, dat is voor u. Dat, ach, doe alsjeblieft, leest u nou. Hij is echt heel opwindend. En ik wou u er verschrikkelijk graag iets over vragen. Oh, nou goed. Geachte mevrouw Leegwater. Geschreven, hè? Ook gevoelig, vindt u niet? Ja, vindt u dus ook? Ja. Vindt u het niet iets te gevoelig? Nee. Oh. Nee. Ik vind het echt een hele mooie brief die me ook heel erg gelukkig heeft gemaakt. Mm-hmm. Alleen, hoe kom ik er nou achter wie die is? Ja, er staat geen naam onder, hè? Dat is me nou ook wel. Het moet een man zijn, denkt u niet? Ja. Het is echt een mannelijk handschrift. Ja. Ik vind het een bijzonder krachtig mannelijk handschrift, hè? Ja. Alleen, wie heeft hem geschreven? Ja. Ja, wie zou die brief nou geschreven hebben, hè? Oh, wacht eens. Hij is gisteravond gepost. Dat kan ik zien. Bij ons eigen postkantoor. Ja, dat zou betekenen dat hij geschreven is door iemand die hier in de buurt woont. Oh, maar dan weten we toch weer heel wat. Mm-hmm. Ja, vergeet ik helemaal uw bord. Nee, mevrouw, echt niet. Ik moet echt nu weg. Nee, dat laat ik me echt niet ontgaan, hoor. Zo. Alsjeblieft. Ik kan u toch niet zomaar weg laten gaan. Zou u mij willen helpen met uitzoeken? Uitzoeken? Ja. Uitzoeken wie die is. Oh. Ik zou niemand weten die me dan beter zou kunnen helpen dan u. U kent iedereen, u komt overal. Arthur, alsjeblieft, helpt u mij om hem te vinden? Ja, dat wil ik graag doen, mevrouw. Ach, dank u. Ja, want weet u, het zou best kunnen dat hij nog eens een keer schrijft. Ik reken er eigenlijk wel op, want de manier waarop hij deze brief geschreven heeft, ik kan me niet voorstellen dat het daarbij blijft. Dat ik met u zo. Nee. Dat ik. Wat ben je nou weer aan het doen? Ik schrijf. Oh, je schrijft? Ja, ik schrijf, ja. Blijf dat zo doorgaan? Ja, wat moet ik dan? Ze verwacht gewoon een tweede brief, begrijp ik nou. Iedere dag staat ze op me te wachten. Hè? Maar kijkt ze me aan met een gezicht. Dat kan je gewoon niet voorstellen, zo. Vol verwachtingen, vol verlangen. Wat?
Geen brief voor mij? Huh? Ik heb toch geen keuze. Ik moet gewoon een brief schrijven. Ik moet. Nou, je bent wel ergens aan begonnen, zeg. Nou, kom eens met nou, jongen. Even serieus. Zij is een hele aantrekkelijke vrouw. En jij ziet haar dagelijks door de straat lopen en dan denk je... Wat een aantrekkelijke vrouw is dat. Ja, zo moet het gaan. Ja. Zo. Net. Nou. Lieve vriendin. U moet hem lezen. En toen doet u dat alsjeblieft. Ik heb verder niemand waar ik mee over kan praten. Deze keer begint hij met lieve vriendin. Gedurfd, hè? Ja, vind ik eigenlijk ook. Ja. Oh, maar ik kan niet anders zeggen dan dat het een hele hoffelijke brief is. Mm-hmm. Erg liefdevolle brief. Rijk aan gedachten die ook nog heel erg goed zijn opgeschreven. Oh, moet een heel bijzondere man zijn. Oh, het is geen gewone man. Dat is een ding wat zeker is. Hij kan zich zo goed uitdrukken. Ja, het is bijna een dichterlijke brief, maar weer geen naam en afzender. Ja, durft hij dan niet te zeggen wie die is? En dan schrijft hij nog dat hij me elke dag ziet. Staat hij nou toch eens voor elke dag? Maar waar dan? Oh, neemt u me niet kwalijk, maar ik ben ook zo opgewonden. En ja, ook wel een beetje gevleid. Heeft u gezien dat ik bij de kapper ben geweest? Ja, ja. Ik dacht eigenlijk dat u ook een nieuwe jurk aan had. Ja. Ja, en ik had u willen vragen of u vindt dat die me staat. Geweldig. Precies, oh, wist u hoe ik de deur uit ga. Zo opgewonden. Opgewonden? Ja, maar doe me wel goed, dat kan ik u verzekeren. Mijn hart klopt als een bezetene. Als een bezetene? Ja, het lijkt wel tromgeroffel. Vergeet u me die malle uitdrukking, maar het is eigenlijk precies zoals ik me voel. En ik beweeg me als iemand die voelt dat er naar hem gekeken wordt. En ik loop ook anders. Hoe anders? Nou, ik loop rechter. Een opgeheven hoofd. Want ik wil natuurlijk mijn bewonderaar niet ontmoedigen. Maar ik wil toch wel graag dat hij een waardige indruk van me heeft. Oh, ik hoop toch zo dat hij me blijft schrijven. Ik zeg je, die vrouw is volkomen veranderd. Volkomen veranderd na twee brieven. Hoe is dat nou godse wereld mogelijk? Hoe is ze veranderd? Nou, de kapper. Is ze de kapper geweest? Ze heeft een nieuwe jurk gekocht. Een nieuwe jurk? Ze loopt heel anders, met opgeheven hoofd, met een stralende lach. Waar ik natuurlijk op terug moet komen. Hoezo op terug moet komen? Nou, in mijn volgende brief. Dus je gaat weer schrijven. Postbode, komt u schouw. U moet echt de laatste brief lezen. Ja, maar oh, ik heb eigenlijk geen tijd. Oh, jawel, een paar minuutjes. Okay. Oh, het is zo overweldigend allemaal. Maar leest u zelf maar. Ja. Zo. Ja. Nee, u moet er echt even de tijd voor nemen. Ja. De brieven worden ook steeds langer. Hè? Ja, dat vind ik juist zo heerlijk. Oh, en u moet eens lezen hoe hij me beschrijft. Hij heeft gezien dat ik een nieuwe jurk aan had. Hij heeft gezien dat ik bij de kapper ben geweest. Dus mijn stralende gezicht is hem opgevallen. En ook dat ik heel anders loop, heeft het allemaal gezien. En dat beschrijft hij heel nauwkeurig en heel fijngevoelig en met heel veel tact. En oh, hier moet het ergens staan. Staat u mij toe dat ik u bewonder? Ja, vindt u dat niet mooi gezegd? Ja. En zeker niet ten onrechte. Wat? Vindt u dat ook? Ik bedoel, als ik zo kon schrijven als deze man, dan zou ik het ook op die manier zeggen, denk ik.
Alweer een brief? Ja. Hoeveel is er dan niet? Oh, dat is nummer 6 of 7. Zeg, krijg je er dan niet genoeg van? Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoel dat ik het op een bepaalde manier eigenlijk wel leuk vind om eens over dingen na te denken en het op te schrijven. Dat, ja. Waarover schrijf je dan eens hemelsnaam? Over van alles, over het leven. Over liefde en dood en gevoel. En zeg, jij schrijft toch geen liefdesbrieven, hè? Nee. Nee, hoewel. Ja, kijk, op een bepaalde manier zijn het natuurlijk wel liefdesbrieven. Want ik probeer mij dus een bewonderaar van haar voor te stellen. En wat zo'n man denkt en voelt. En dat schrijf ik op, althans, dat probeer ik. En mag ik die brief eens lezen? Nee, liever. Dat is een beetje persoonlijk allemaal. Dat is, hoewel ik dat niet zelf ben, hoor. Een ander dus, maar ja, toch ook weer wel. Een beetje zelf natuurlijk ook wel. Ik bedoel, ik zit er zelf ook. Moeilijk, hè? Nou, tot vanavond, hè? Wat schrijft hij in zijn hemelsnaam in al die brieven? Mevrouw Leegwater? Mag ik u een ogenblikje spreken? U bent de vrouw van de postbode? Ja, de postbode. Die u al een hele tijd brieven schrijft. 6 of 7, dat weet ik niet precies. Maar de laatste, die hij gisteravond geschreven heeft, die moet u vanochtend ontvangen hebben. Dat is hem, ja. Dat is het handschrift van mijn man. Heeft u het begrepen? Heeft u gehoord wat ik zei? Die brieven, die komen van mijn man. Hij heeft ze geschreven. Zou ik die brieven mogen lezen, mevrouw Leegwater? Heeft u gehoord wat ik vroeg? Ik heb er recht op om te weten wat mijn man geschreven heeft. U vindt het al wel goed. Gaat uw gang. Wat schrijft hij nou eigenlijk? Zijn het gedichten? Het lijken wel gedichten. Ik wist niet dat hij zoveel fantasie had. Gedaan? Je bent naar mevrouw Leegwater toe gegaan en jij hebt haar verteld dat ik die brieven heb geschreven. Ik moet gelijk weg. Want er is geen seconde te verliezen. Het is vreselijk. Heel vreselijk. Dat ze vanmiddag hier geweest is en dat ze u verteld heeft. Dat ze u de waarheid verteld heeft. Ik ben gekomen om u mijn verontschuldigingen aan te bieden. Maar waarom? Ik weet nu eindelijk wie ik bedanken moet voor die brieven die mij zoveel gegeven hebben. Ik zat al op u te wachten, de port. Het staat er voor u klaar. En een glas voor mij. Mag ik met u klinken? Ja, maar dan wil ik u eerst iets uitleggen. Ik heb in mijn brieven misschien niet de hele waarheid gezegd. Maar gelogen heb ik nooit. Dat weet ik toch?